Nou, hij loopt allemaal. Nou, fijn. Dankjewel voor de gastvrijheid dat ik hier mag zijn. Leuk je om je te ontmoeten. Je hebt al ontzettend veel content ook op YouTube wat je deelt. Ja. En je doet dit werk ook al eventjes. Ja, meer dan 20 jaar. Kijk. Dus, ja. Is het nog steeds leuk? Ja. Wordt het steeds leuker? Merk je daar verschil in? Nee? Wat ik gemerkt heb, vroeger had ik een centrum en dat was een beetje te veel van het gooien. Ja. En dus als de balans goed is, zal ik maar zeggen, of anders uitgedrukt, als het niet op werken gaat lijken, dan vind ik het leuk. Kijk. Dus ik probeer die bijeenkomsten bijvoorbeeld zo te positioneren dat er her en der wat lucht tussen zit. Ja. Sessies doe ik liefst een dag of vier in de week en dan niet meer dan 2 of 3. Ja. Want ik hou ook van gewoon space in mijn agenda te hebben. En nou ja, laten we zeggen dat het leven kan dansen. Als je alles vol propt, dan stikt het. Ja. Dan wordt het te benauwend. Ja. En dan gaat het dus inderdaad op werken en op moeten lijken. Ja. En ik doe dit niet omdat het moet, maar omdat het blijkbaar wil. Wil ontstaan. Je mag dit doen. Ja. En nu heb je in één keer ruimte voor een podcast. Ja, dan kunnen dat soort dingen dus ook gebeuren, weet je wel. Eind van de middag komt een van mijn dochters langs, die wil wat dingen doen. Dan kan dat allemaal makkelijk. Ja. En als alles vol zit, dan, nou ja, dan moet je gaan, hoe heet dat, time managen. En daar heb ik dus geen zin in. Ja. Is vrijheid voor jou belangrijk? Ja, absoluut. Ja. Dus de rijkdom voor mij zit niet in de stapels geld. Nee. Hoewel ik niks tegen geld heb, daar gaat het niet over. Maar meer in de ruimte in je bestaan. Ja. Dat je een boek kan lezen, dat je naar buiten kan kijken. En dat je kan zien hoe de vossen rondlopen. Ja. Dat je met je hond kan spelen. Of met je vrienden. Lijkt wel op elkaar. Ja. Leuk. Hoewel de hond wat liever is. Oh, zullen we dit eruit knippen? Ja, hoor. Want wat hebben veel mensen het dan eigenlijk druk, hè? Wat zitten we dan toch allemaal in een soort red race? Absoluut. Wat moeten we toch voldoen aan zoveel dingen? Yes. Nou ja, goed, dat moet dus niet, maar dat denken we dus. Ja. En daarom van het weekend was een van de thema's ook nou ja, gewoon onze slaafsheid, zeg maar. Dat we inderdaad precies wat je zegt vanuit dingen waaraan we denken te moeten voldoen. Of hoe het leven zou moeten zijn, maar doorhollen. Vreselijk behoudzuchtig zijn, dus bang om te veranderen of om dingen kwijt te raken, alsof we iets zouden hebben. Dus ook al zoiets in mijn beleving heb ik alles te leen. Ja. Je hebt die spullen zien staan, mijn muziek shit bijvoorbeeld. Ik mag met die synthesizer spelen, maar er is ten diepste niet het gevoel, het is van mij. Mm. En meenemen kan ik ze ook niet, want ik ben net als iedereen aan het doodgaan. Ja. Dus het is allemaal tijdelijk om mee te spelen, zolang het in tune is. Ja. Dus. Dat houdt het ook heel luchtig, denk ik, hè, als je er zo naar kijkt. Dat geeft ook letterlijk ruimte. Yes. Yes. En het is dus niet zo van dat ik daar zo naar ben gaan kijken om dit zo te gaan voelen. Ik zie het zo. En dan manifesteert het zich op die manier. Hmm. Dus in mijn beleving van hoe jij bent en hoe ik ben, in dat zo zijn. Daar hoort een bepaalde omgeving bij, een bepaalde financiële situatie, een bepaald aantal mensen, een bepaalde gezondheid, bepaalde talenten en onmogelijkheden. En dat drukt zich uit. Nou, op dit moment drukt het zich uit dat wij dan hier kunnen wonen, zolang we die huur kunnen betalen en met de spulletjes die er zijn en al die dingen meer. Maar ik ben dus niet bezig van meer of minder geld of meer of minder gezondheid of meer of minder relaties. I just happen to happen this way. En dan hoort daar een pakket bij. Is het ook gewoon zoals het is dan, Hans? Ja, dat is toch ook zo. Hebben wij mensen wel invloed op bepaalde zaken? Ja, maar niet vanuit vrijheid. Hmm. Kun je dus dat nader toelichten? Er is wel een wil, in die zin, maar die is altijd gestuurd. Ja. Ja, dus ik geef vaak van die stomme voorbeelden, dus die zal ik herhalen. Stel dat jij bij een of ander stam in de Amazone bent opgevoed. Ja. Dan is de kans dat jij podcasts wil maken vrij klein. Want daar doen ze daar niet aan. Dat jij goed wil pijl en boog schieten misschien. Of een goede jager-verzamelaar wil worden. Is in die context zeer waarschijnlijk. Ja. Dus er is wel wil. Maar die is altijd gerelateerd aan de culturele context. Aan je genetische opmaak. Aan je angsten, verlangens. Je talenten en onmogelijkheden. En dan ontstaat daar iets.
Ik, van de week hadden we het er nog over. En we zaten dat stukje terug te kijken. In 1977 zag ik bij Top Op voor het eerst David Bowie. Ja. Heroes zingen. Met dat rode jasje en die sigaret. En het was alsof ik God zag, bij wijze van spreken. Ik had nog nooit zoiets gezien. Terwijl hij stond daar maar. En zong dat nummer. Ja. En daar groeide iets uit van, ik wil muziek maken. Dat was niet mijn beslissing. Weet je wel. En jaren later, in allerlei angstige en depressievige toestanden, kwam er ineens zoiets van, ik zie iets over het hoofd. En ik moet gewoon uitzoeken wat dat is. Dat was niet een beslissing van mij. Dat zelfonderzoek, zoals ik het dan noem, dat pakte mij. Ik pakte dat niet. Hmm. Weet je wel, ik moest uitzoeken hoe het zat. No matter what. Ja. En vrienden van mij, die moesten naar de HAO of naar de MTS of wat die dan weer moesten. Ja. Weet je wel? En die hadden helemaal geen zin in al die rare boeken die ik las. Nee. En die rare praatjes van me. Want zij moesten iets anders. Ja. Dus, maar je stond er wel open voor dus. Nee, ik moest. Je moest. Had toch geen andere keuze? Nee. Zoals zoveel mensen geen andere keuze hebben? Nou ja, er is een heel leuk grapje. En dan zegt de ene tegen de ander van, geloof jij in een vrije wil? Dan zegt die ander, ja natuurlijk, ik heb geen keuze. Ja. Ja. Je moet doen wat erop zit. Hoe de setting is. En dat is dus ook afhankelijk van jouw organisme. In deze context doet hij dit. Maar zetten we jou in Syrië in een oorlogssituatie, dan ben je iets anders. Ja. Dus wat je zegt is dat je heel erg bestaat wordt door je cultuur, de cultuur waarin je opgroeit, yes. De omgeving, de mensen om je heen. Yes. Het hele pakket. Daar ben je een soort product van, gevolg. Ja, zeker. En niet een statisch iets. Hè. Dat is constant veranderlijk. Vandaar dat ik dat voorbeeld geef van als ze ons in Syrië neerzetten, gaan we andere dingen doen dan hier. Ja. Ik denk niet dat ik in een oorlogssituatie lekker Nietzsche ga zitten lezen. Ja. Je moet eten en je moet misschien iemand voor zijn bek slaan, terwijl je dat misschien graag of liever niet doet, afhankelijk van hoe je in elkaar zit. Ja. Weet je wel, dan spelen er andere dingen, of je gaat iemand helpen, of je merkt dat je een loveback bent op dat moment, terwijl je op een ander moment weer iets genereus doet. Ja. En wij denken de hele tijd dat er een soort vaststaand iemand in ons woont. Weet je wel, en het ego-figuur in ons, die probeert ook de hele tijd de illusie van een continuïteit bij elkaar te babbelen. Maar als je gewoon observeert, je verandert de hele tijd. Je speelt nu niet meer met autootjes, hoop ik. Heel soms. Ik ook. Weet je wel, maar toen je 8 was, was dat gewoon vanzelfsprekend. En als je tegen een 8-jarig Stefantje of Hansje zegt van, weet je wel, dat ga je niet volhouden, dan heb je zoiets van, hoezo, dit is het leukste wat er is. Of voetballen of knikkeren of whatever. 10 jaar later wil je er niks meer mee te maken hebben. Ja. You changed. Ja. Je gaat een opleiding doen. You change. Je hebt een relatie of die valt weer uit elkaar. You change. Weet je wel, we zijn changelings. Mm. Maar we denken dat we een vast iemand zijn. Het is bizar. Want zoveel mensen vinden verandering gewoon onprettig, toch? En vaak zelfs wel heel erg pijnlijk. Yes, en eng. Omdat we gehecht zijn weer aan bepaalde dingen. Willen vasthouden aan bepaalde dingen. Zeg maar om het bekende kwijt te raken. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Dus we zijn behoudend. En behoudend zijn is niet per se als organisme slecht. Want je kunt niet leven, zeg maar, in een constante staat van revolutie. Dan kan er niks ontstaan en opgebouwd worden. Mm-hmm. Dus net als in een auto, je hebt een gaspedaal en een rem. Yeah. En idealiter wordt dat gestuurd door een soort openheid en een intelligentie en een afgestemdheid. En dan rijdt dat lekker. Maar je hebt ook van die lui die staan constant op de rem en dan gaat die motor overkoken. Dat heet dan burn-out of whatever. Weet je wel? En anderen die kunnen alleen maar gas geven. Yeah. Ja, met alle ongelukken van die. Weet je wel? Yeah. Je moet leren hoeveel snelheid je in een bocht kan hebben, afhankelijk van je voertuig. Ja. Dat gaat met een Porsche misschien wat beter dan met een DAFje. Ik weet het niet. Mooie metaforen. Ja. Is dat het leven dan ook heel erg? Dat er af en toe gas wordt gegeven. Yes. En je moet daar naar luisteren, maar af en toe wordt er ook op de dus de hele tijd het meeveren en het meestromen met wat zich aandient. Yes. Je kunt dus navigeren op die signalen. Of navigeren op wat jij bedacht hebt dat beter is. Nou, ik heb moeten erkennen dat ik niet slimmer ben dan het totaal. Ik begrijp het gewoon allemaal niet. Ik kan van geen enkele handeling alle effecten overzien.
Dus ik kan wel gaan bedenken, als ik dit ga doen, gaat er zus of zo gebeuren. Maar je hebt geen idee. Nee, natuurlijk niet. Nee. Niemand. Nee. Overgave. Aan wat er is. Ja, dat, is zo dus... zou je dat kunnen uitdrukken. Ik hou niet zo van die term. Mm. Dat klinkt toch weer... Klinkt het te passief? Nee, juist te actief. Oh. Alsof jij je kan gaan overgeven. Oké. Alsof je toch nog iets te doen hebt. Voilà. There you go. Dus een van de kerndingetjes waar Advaita op wijst, en uiteraard ik dan ook, is het idee van ik ben de doener of de auteur. You're not. Wat zijn we wel? Je zou kunnen zeggen een instrument. Als ik gitaar speel, dan is wat ik daarop speel van belang, maar ook uit welk hout die gesneden is letterlijk. Wat voor snaren zitten erop, hoe goed is die gestemd. Ja. Weet je wel, maar de gitaar die maakt het liedje niet. De totality maakt het liedje en dat is onpersoonlijk strikt genomen. Dat is gewoon energie die op zo'n organisme inwerkt, dan komt daar iets uit. Maar als de gitaar gaat roepen, ik heb het nummer gecomponeerd, dat is een beetje een raar verhaal. Ja. Nou, sommige instrumenten, zou je kunnen zeggen, die zijn wat beter gestemd dan andere. Dat is de enige. Ja, en gaandeweg of plotseling kan er iets gebeuren in een organisme waardoor die over het algemeen goed gestemd is. Nooit 100%. Mm. Is ook leuk om te weten. Ja. Dus perfectie is onmogelijk. Hoe help jij mensen daarbij, Hans, door dit in te zien? Door het dus zeg maar onpersoonlijker te maken, meer meestromen met wat zich aandient. Daardoor wordt het ook, merk ik bij mezelf, zachter. Yes. En liefdevoller misschien wel. Ja, of duidelijker. Want niet alleen maar liefdevoller. Want het kan ook betekenen dat het signaal mij duidelijk maakt dat ik iemand ergens keihard mee moet confronteren. Of desnoods inderdaad voor zijn kop slaan. Dus in het spirituele zitten we vrij snel aan een beetje die softe kant. Daar hou ik niet zo van. Dan gaan we allemaal mindful alles zitten accepteren. En alles is liefde en ja, alles is dat. Helemaal niet alles is liefde. Weet je wel, je hoeft maar naar de natuur te kijken die er prachtig uitziet, maar het is constant war. Alles leeft op elkaar, alles vermoordt elkaar, niks is ontspannen. Ik ga maar kijken naar de vogeltjes. Weet je wel, die zitten heel mooi te zingen, maar ze roepen eigenlijk de hele tijd, ga weg, dit is mijn territorium. Ja, ja. Als ze eten, dan nemen ze een hapje en ze kijken 15 keer in de rondte of er niet een vijand aankomt. Dus, life is brutal. Weet je wel, dus waar het mij om gaat is dat er, en dit gaat overigens over wat ik menselijke volwassenheid noem, ja. Niet over verlichting, maar dat we gewoon de signalen opvolgen. En dat betekent dat in een ex-situatie moet ik confronterend zijn, in een volgende situatie moet ik hulpvaardig zijn. Dat hangt dus van de totale context af. En jij zegt de signalen opvolgen, dat is wat je eigenlijk te doen staat. Ik heb zo'n rare uitdrukking, vrijheid is gehoorzaamheid. Als ik maar gewoon die signalen opvolg, dan is het oké, dan ben ik in tune. Ja. Maar dat kan dus niet overeenstemmen met de algemene conventie of met de normen en waarden. En dan begint het wel eens te wringen bij mensen natuurlijk. Exact, en we noemen die geneigdheid intuïtie negeren. Iedereen krijgt die signalen naar mijn smaak. Maar we hebben allemaal hier zo'n belangenafweger, zo'n accountant... Die plussen en minnen zit af te wegen. Wat gaat dit betekenen? Wat zullen ze van me vinden? Gaat me dit iets opleveren of kosten? Dat verstoort de hele tijd gewoon het pure instrument zijn, zou je kunnen zeggen. Nou, ik heb dan minder last van dan anderen. Heb je dat altijd al goed gekund? Nee, integendeel. Oh. Ik was zo bang en angstig en gestrest en pessimistisch en weet ik veel wat als het maar kan. Hoe heb je die omslag gemaakt? Nou ja, in het begin zei ik al van dat op een gegeven moment dat zelfonderzoek mij greep. Het werd duidelijk dat er iets radicaals moest veranderen, anders zou ik basically van het dak springen of me doodzuipen of iets dergelijks. Ik vond het niet leuk om het simpel te zeggen. Ja. Dus er moest iets gebeuren. Nou, op een gegeven moment ontdek je dan dat wat je de hele tijd gedaan hebt eigenlijk is proberen voor die angsten en die... gevoelens weg te lopen, het weg te blowen, weg te zuipen, door constant bij vrienden rond te hangen, je af te leiden. En, nou ja, wat iedereen eigenlijk doet, weet je wel. Alleen ik zag op een gegeven moment in, dat een inzicht krijg je, dus dat komt tot je als het ware, van dit werkt niet. En toen draaide er iets als het ware,
Dat is heel lang geleden, dus ik weet niet of dat in één keer ging of met horten en stoten. Maak er maar een mooi verhaal van. Ik denk het laatste, met horten en stoten en vallen en opstaan. Ja. Maar de neiging ontstond om juist mijn angsten en overtuigingen te confronteren. Daar contact mee te maken. Daar naartoe te gaan in plaats van er vandaan te gaan. Kijk. Al het weglopen en vermijden had ik geprobeerd en het werkt niet. Ja. Wat gebeurde er toen je je angsten en je frustraties, je stress aan ging kijken? Hoe? Eerst leek het toe te nemen, omdat je meer er bewust van wordt. Ja. Dus, maar er werden ook van die rare ontdekkingen gedaan, dat als je echt open ergens contact mee maakt, dat het eigenlijk binnen no time oplost. Kijk. En dat kan dus echt een seconde kwestie zijn. En dan zit je naar de hand van je. Het ene moment dan word je overdonderd door horror. Interne horror, weet je wel. En ineens. Vroom, alsof er een tornado is. En 3 seconden later is die weg. En dan heeft je hele systeem zoiets van. What happened? Ja. Weet je wel, dit kan niet. Ja. Ja, maar het was wel zo. Ja. En ik wist toen nog niet zoveel. Later ging ik energiewerk doen. Begon ik daar wat dingen van te begrijpen. Ja. Maar. Ja, ik had zoiets van, ja, kijk, de basishouding was een beetje, ik vind het toch al waardeloos. Dus. Slechter kan het niet, dus kom maar op. Ja, zoiets, ja, bring it on. En er kwam het idee op van het enige wat ik eigenlijk te verliezen heb is angst. Ja, hoe erg is dat? Want ik kan niet gaan roepen van wat veel mensen dan zeggen van, ja, als ik mijn gevoelens moet gaan confronteren, dan word ik bang. Nee, je bent al bang. Ja. Dus dat is gewoon kletskoek. Weet je wel, ja. Die angst die zit er al en die vergalt je hele leven basically, want het zit in, als jij niet op je plek bent, zou ik maar zeggen, en aanwezig bent, dan zit het in je relaties, in je werk, in je familie, in je lijf. Je voelt het de hele tijd, het beïnvloedt alles, weet je wel. Ja. Dus ik had zoiets van, ja, in het ergste geval raak ik dat kwijt, of er verandert niks. Ja, oké, dan heb ik nog steeds niks verloren. Weet je wel, dus ik had niet het idee iets kwijt te kunnen raken, behalve shit. Kijk. Zoiets. Ja. En het is interessant ook nog. Het is interessanter dan weglopen. En ik kan me voorstellen als je dan, ook als ik naar mezelf kijk, als je dan een paar van dat soort ervaringen gehad hebt, je gaat naar binnen kijken en je kijkt je angsten aan en je doorvoelt ze en al je kwetsingen vooral. Ja. En je voelt dat daarachter eigenlijk, dat ook gewoon een soort van energie is, maar... Voilà. Gestold of zo, en dat die weer dus weer kan stromen, dan groeit natuurlijk ook het vertrouwen dat exact. The way to go is, hè? Ja, absoluut, want je hebt inderdaad aanvankelijk het idee dat je het niet aan kan, of dat je het niet kan, of dat je gek gaat worden, of al dat soort dingen. Na een aantal van die ervaringen weet je dat dat kletskoek is. En dan krijg je dus ook door dat die ego-figuur, die zogenaamde raadgever, dat die eigenlijk altijd ligt of ernaast zit. Dit kun je niet aan. Nou, dan blijkt dat je het wel aan kan. Hey. Oké. Dus toen kwam er een andere geneigdheid op om op te schrijven wat mijn ego mij voor raad gaf. Ja. Zo van, dit kun je niet aan. Oké, dankjewel ego voor je goede raad. Schreef ik dat even op. En nu ga ik even kijken of het klopt. Kijk. Dus er begon een ruimte te ontstaan of een kritische houding, zou je kunnen zeggen, van oké, dit roep je wel. Maar daar is gewoon iets wat geroepen wordt. Het is een overtuiging, het is een aanname. Goed, dit is de aanname, nou ga ik kijken wat het is. Ja. Nou, ruim 90% van wat hij riep klopte gewoon niet of zat er falikant naast. En dan ga je gaandeweg ophouden met die raadgever te geloven. Het is gewoon een slechte raadgever. Is hij ook stiller geworden daarna? Ja, zeker, natuurlijk. Die heeft zijn job langzaamaan verloren bij jou? Ja, want je trapt er niet meer in en dan is het niet zo leuk om bij je op bezoek te komen, zeg maar. Hij komt minder vaak op bezoek. Ja, en dan meer zo in de verte daar, weet je. Dan hoor je hem nog zo van, hey, Hansen, kijk uit hoor. Mm-hmm. Ja, ja. Is goed, meidje. Je neemt hem niet meer zo serieus. Nee, en dus heb je er ook geen last van. Ja. Wauw, terwijl misschien eerder was je hem volledig of dat... Ja, zo lijkt het wel. Ja. Een en al angst en geschreven. Zoals heel, zoveel mensen hem volledig zijn, hè? Ja, yes. Wat verdrietig eigenlijk, weet je? Nee, is het ook. Kun je mensen snel daarbij helpen in therapie en coaching? En hoe is dat je ervaring? Ik weet het niet, maar dat hangt dus weer van het organisme af. Hmm. Van hoeveel bereidheid of hoeveel angst zit daarin. Hoeveel intelligentie is al wakker, zal ik maar zeggen. En hoeveel is er nog in slaap. Dus dat hangt van het individu af.
Daarom hangt het ook van het individu af waar het over gaat. Dat kan dus over een klein dingetje doorvoelen zijn, tot aan gesprekken over bewustzijn en het absolute. Dat hangt er vanaf waarvoor iemand komt. Dus ook in die zin van satsang of een sessie of ook dit, dat is van ons allebei en deze hele setting. Het is niet alleen van mij of van jou. Ja. Het is een interactie, het is een levend iets. Ja. Dus ik weet nooit in een sessie of een satsang waar het over zal gaan of welke kant het op gaat. En dat maakt me ook niet uit. Je laat dat gewoon ontstaan. Ja, of course. Hoe mooi is dat, hè? Het is een dans. Ja. Het is een muziekstuk, weet je wel. En muziekstukken en dansen. Trouwens, mijn oudste dochter die doet ook dansen, maar dan in wedstrijdverband, wat ik niet begrijp. Maar in principe is een dans geen wedstrijd. En hoort muziek geen wedstrijd te zijn. Het is een spontane uitdrukking van creativiteit. En wat daar verder dan voor resultaat uitkomt, we zullen wel zien. Ja. Want dat is het andere leuke. Ik zei er straks al van dat er geen vaststaand ik is. Er is niks vaststaand. Alles wat je kunt waarnemen is veranderlijk per definitie. Je lichaam, je voorkeuren, je angsten, je verlangens, je gezondheid, je financiële situatie, mensen die je kent. Is allemaal veranderlijk per definitie. Ja. En wij zoeken de hele tijd iets vaststaand. Dus als alles veranderlijk is, als dat tot ons doordringt, dan is er dus ook nooit een definitief resultaat. Het is gewoon onmogelijk. Het is een tussenstand. Wat ook vervolgens eigenlijk gelijk direct weer verandert als het ware. Yes. En daarom heb ik dus nooit een doel of een hang naar een resultaat. Ik zie wel wat er gebeuren wil. En het is gewoon leuk om te dansen of te spelen. En een beetje te duwen. En mee te stromen met wat zich aandient. Of tegenin. Oké, als jij dat zo voelt. Ja, uiteraard. Ja. Ja. Heel veel mensen die zijn vrij toegrijpelijk naar hun eigen neigingen. Dus vaak is de taak van deze om dingen aan te wijzen of te roepen die ze niet graag horen willen. Maar die ze wel moeten horen. Nou, sommigen zijn daar blij mee, anderen vinden me een lul. Om precies dezelfde uitingen. Prima. Het zij zo, weet je wel. Ja. Als iemand heel slap omgaat met zichzelf, moet ik hem stevig aanpakken. Als iemand te hard omgaat met zichzelf, moet ik hem kalmeren. Weet je wel, het hangt er maar vanaf. Ja. Dat houdt het ook leuk. Het is geen standaard verhaal. Ik ben geen psycholoog die een of ander protocol afwerkt. Of een model heeft van hoe jij zou moeten zijn. Ja. Je voelt wat er gaande is, je stemt daarop af. En als vanzelf voel je al bijna wat er dan nodig is om die persoon. Ja, meestal. En dat gaat meestal goed, voor zover ik dat dus kan zien. Ja. Niet dus eigenlijk. Ja, oké. Ja. Dat schoot mij te binnen, want ik zelf zie dat om me heen. Ik kom ook uit de sport. Dat doen we heel veel met doelen stellen en manifesteren. Ja, ja. En de law of attraction is ook wel een ding. Dus mensen die visualiseren zichzelf dan in een doeltoestand of wat ze willen bereiken. Mm-hmm. Je begint al te lachen, maar hoe kijk jij daarna? Nou, als jij wil sporten en presteren en aan een ranglijsten gelooft, dan moet je dat vooral doen zo. Als Van Gerwen niet zo'n enorme geldingsdrang had, dan zou hij niet al 3 keer wereldkampioen geworden zijn in dart. Dus dat vind ik heel leuk om naar te kijken. Maar ik zou me daar totaal niet in willen bewegen. Het lijkt me vreselijk allemaal, dat geforceerd. Ja. Dat voelt voor mij als een gevangenis. Dus los van dat ik geen talent heb, of niet genoeg talent heb. Ik heb wel een dartboard, maar ik heb niet genoeg talent. Heb ik ook daarin niet genoeg geldingsdrang. I don't give a shit. Ja. Een pijltje gooien vind ik wel leuk. Muziek maken vind ik wel leuk. Maar ik hoef geen hit of iets dergelijks. Een boek schrijven vind ik leuk. En uiteraard hoe meer het verkoopt, hoe leuker dat is. Maar het gaat niet over van het is pas goed als er 1000 of 3000 verkocht zijn. Of iets dergelijks. De eigenwaarde hangt er soms gewoon zo sterk vanaf, denk ik. Daarom is het een ego ding. Alle competities zijn ego dingen. Ja. Nou, als je daarin zit en je vindt dat leuk, dan je moet dat doen, zal ik maar zeggen. Ja, go for it. Ja. Maar ik vind niks aan. Hoe kijk je naar de hele maatschappij die er toch wel heel erg sterk ingericht is op schoolpleinniveau? Dat soort dingen. Het is allemaal schoolpleinniveau. Op klimmen in de pikorde, kijk mij eens mama. Schoolpleinniveau. Ja, de meeste mensen zijn 12 of 14. En die blijven dat hun hele leven. En ja, ik vind het er niet uitzien, maar ja.
Ja. Heb je een mening over hoe het nu... zie je iets veranderen? Zie je meer mensen hiermee bezig? Toen je hier net mee begon, heb je daar een beeld van? Nee, ik weet wel dat er een hoop spiritualisten zijn die dat geloven, maar ik zie er niks van. Hmm. Hoewel ik niet te klagen heb op toeloop, over toeloop, maar dat zegt natuurlijk niks. Hè? Nee. Kijk, ik zei van het weekend, zei ook iemand dat van, ja, ik heb toch de indruk dat er meer mensen met non-dualiteit... In 1980 kwam John, een vriend van mij, met een plaat van King Crimson aanzetten. Daar had ik nog nooit van gehoord. Ik vond het geweldig. En toen bleek Robert Fripp bij Eno gespeeld te hebben en bij David Sylvia. En ineens was King Crimson, die bandleden, die bleken overal te zijn. Hmm. Dus kwamen we die overal tegen. Ja. Er was niet meer King Crimson dan de dag daarvoor. Je zag het alleen. Voilà. Als je een rode auto koopt, dan zie je ineens rode autootjes overal. Ja. Of een oude vriendin, weet je wel, die toen ze een kindje kreeg, zag ze overal mensen met kinderwagens. Ja. Er zijn niet meer kinderwagens. Ja. Ja, wij verwachten in mei ons eerste kindje. Ik heb het idee dat iedereen zwanger is. Dus ja, ik herken dat wel. Dan let je daarop. En dan ga je letten op waar de luiers in de aanbieding zijn. Dan moeten we dan wegwerpen of... Ik heb dat signaal nog niet gehad, Hans, van de lijst, maar die komen misschien nog. Ja, en anders vertelt je partner het wel. Dat denk ik, ja. Als ik je vraag, wat is spiritualiteit? Wat antwoord je dan? Walgelijk. Wat bedoel je daarmee? Ik ben anti-spiritueel. Dus voor mij is wat betekent het woord voor jou? Een zoveelste Walt Disney verhaaltje waar een kans in zit dat mensen een beetje opgroeien en echt gaan kijken... Maar meestal gewoon een vervanging van de praatjes die vroeger in de kerk gehouden werden. Het gaat meer over geloven dan over erachter komen hoe iets zit. Dus ik heb er niks mee. Hmm. Waar heb je dan wel wat mee? Waarheid. Ja. Wat echt is en wat waar is. Hoe pijnlijk of confronterend ook. Dus meer zoiets van liever, zo'n uitdrukking van liever een bittere waarheid dan een zoete leugen. Ik hou niet van leugens en van zusverhaaltjes. De waarheid interesseert je, wat echt yes, is. Yes. En dat vinden mensen door zelfonderzoek te gaan doen, door te gaan kijken. Maar alleen dus als ze dat virus hebben van te moeten weten wat waar is. Net zo goed als de hardloper alleen maar hardloper wordt als die het virus van hardloper heeft. En zijn broer of vriend die liever skateboarden of bushokjes in elkaar trappen, die hebben een andere neiging. Hmm. Dus het is niet in die zin niet beter of slechter dan iets anders, maar alleen degene die waarheid moet vinden zal een kans hebben. Tenzij het universum is raar, dus sommige mensen lopen er tegenaan per ongeluk, zou je kunnen zeggen. Hmm. Schitterende ongelukken zijn ook mogelijk. Die worden erdoor overvallen. Ja, en dan kan dat leuk uitpakken of minder leuk. Want? Sommige daarvan, zelfs Suzanne Segal heeft er onder andere over geschreven. Die stond gewoon bij de bus en de boel denderde dan binnen. En ze heeft jarenlang bij een psychiater gelopen en in inrichtingen. Want ze wist niet wat er gebeurde. En wat denderde er naar binnen? Dat ze niet bestond als afgezonderd individu. Nou, dat heet vanuit de psychologie of psychiatrie gedepersonaliseerd of gedissocieerd of iets dergelijks. Dat was ze niet. Ze was wakker. Maar goed, als dat niet herkend wordt, dan zit je binnen no time in een therapievorm met een handvol pillen. Of met een raar jasje aan. Dus als je inziet dat jij niet dat afgescheiden individu bent, dat is een soort van wakker worden. Is dat verlichting voor jou? Nee, dat is ontwaken. Ontwaken. Yes. Dus het wakker worden. Yes. Van die kramp waar we allemaal in zitten. In het handelen, in het nastreven van allerlei dingen. We worden een soort van wakker, ontwaken. Ja, en dan betekent dat onder andere dat allerlei ambities die je eerst had, die vallen eruit. Nou, voor gewone mensen is een ambitieloos iemand een heel raar individu. Die spoort niet. Ja. Want er moet toch van alles, ja, of? Ja, zeker. En de meeste mensen begrijpen dus niet dat je zonder ambitie, of dat er zonder ambities toch allerlei dingen zich realiseren. Ik heb nooit het plan gehad dit werk te doen. Ik heb nooit het plan gehad boeken te schrijven. De 10e is net uit. Er komt gewoon schrijfenergie. Of vroeger een aantal mensen nemen dit soort stuff waar ik het over had op en schrijven het uit. En dan
kreeg ik een heel pak papier en dan zat je dat te redigeren, dit wel, dit niet, en dan had je een boek. Wauw. Maar er was nooit een plan om dat te doen. Er kwam na 15 jaar op een gegeven moment muziek maken weer terug. Ik had 15 jaar geen gitaar of synthesizer aangeraakt. 7 jaar later heb ik 7 cd's gemaakt, maar ik had nooit een plan een cd te maken. Ja. It just happened. Ja. Dus je hebt helemaal geen ego bij nodig. Maar als je dat zegt in het wild tegen mensen, dan denken ze koekoe. Als ik met mijn uitspraken, zeker de wat minder beleefde uitspraken, naar een psychiater ga, dan heb ik ook zo een hand pillen en een aantal etiketten. En dan ben ik toch wel nieuwsgierig, Hans. Wat zijn jouw minder beleefde uitspraken? Of dan maak je er nu al een paar van. Wat ik er straks zei, van dat spiritualiteit voor mij slaapliedjes zijn, of gewoon kletskoek. Weet je wel, je kent dat blad misschien wel, happiness. Het is gewoon tenenkrommend wat er allemaal in staat. Mm. Ik heb dat wel eens langs zien komen en dan blader je daarin. En het ene cliché tuimelt over het andere. Het is allemaal risicoloos, lifestyle-achtig. Wees gewoon net als iedereen, ren rond in die rat race waar je het over had. Maar dan mediteer er een beetje bij en hang een mandala aan de muur en dan... En koop onze producten. En laatst hadden ze zelfs er eentje. En er zat een stickervelletje bij. Een spiritueel stickervelletje met een oomtekentje. En dat kan je dan fijn op je agenda plakken. Of je... Schoolplein. Ja. It's terrible. En hoe ontkomen wij het schoolpleinniveau? Pas als je daaraan toe bent. Als vanzelf ook weer. Ja, dus door gewoon... Ofwel door een inzicht. Of meestal helaas door een crisis. Ja. Een relatie valt uit elkaar, iemand krijgt kanker, je bedrijf gaat failliet, je raakt depressief of burn-out of whatever. Een enkeling daarin die krijgt door dat die crisis niet per se een ramp is, maar een kans op verandering of vernieuwing. Nou, een enkeling daarvan gaat zich dan met dit soort dingen bezighouden en een enkeling daarvan komt bij mij. For better or worse. Ja. Dan is iemand ontwaakt of heeft een soort van ervaring gehad, waardoor nee, dan is iemand nog niet ontwaakt, maar er is iets in gang gezet in ieder geval. Iets wakker geroepen in die zin. Dus iets van het virus ontbrandt. Het virus zit in ons allemaal, zou je kunnen zeggen, maar dat slaapt. Of dat sluimert. Als mensen heel eerlijk zijn en ze luisteren naar binnen, dan voelen ze ergens wel dat het wringt. En dat daar iets schreeuwt wat... eruit wil. Ja. Maar we doen er alles aan om dat eronder te houden, want de show must go on en de hypotheek moet betaald. En inderdaad, we willen kinderen, we willen op wintersport, we willen verzekeringen, we willen een nieuwe auto, we willen een nieuwe tablet of iets anders. Dus eronder houden tot het niet meer gaat. En dan, Hans, kun je daar iets over zeggen? Dan komt het letterlijke ontwaken, dat proces. Dan start er iets. En ja, waar dat toe leidt, dat hangt dus van heel veel factoren af, zowel intern als extern. Sommige daarvan hebben een kans om of op te groeien tot een volwassen wezen of zelfs wakker te worden. De meeste anderen die vallen in handen van de bedrijfsarts en de psycholoog en worden geholpen terug te keren naar de kudde. Ook for better or worse. You never know. Het ligt er maar aan. Wat kom je tegen? Hoe sterk is de drang om iets te doorbreken? Hoe moedig is iemand? Hoeveel intelligentie zit er in het systeem? Loopt die wel of niet tegen iets aan waarbij die zoiets heeft van... Oh, wacht even. Dit is interessant. Of... Ja. You never know. En om toch nog... Je zegt dan heb je de kans om een volwassen persoon te worden. Dus weg van het schoolpleinniveau. Dat is aangaan van dingen binnen jezelf. Noem jij dat helen ook? Of dingen accepteren van jezelf? Of verwerken? Hoe? Nou, eerder verwerken, ja. Helen en accepteren, ja, dat klinkt weer zo soft. Hmm. Kijk, moet bij jou niet voor de soft benadingen zijn, hè? Hier hebben we een glas, hè? Ja. Moet je nou accepteren dat er is? Of is het er gewoon? Het is er gewoon. Daarom, dus accepteren vind ik gewoon lulkoek. Hmm. En zo zijn er meer van die woorden. Loslaten is ook zo'n populair spiritueel woord. Als iemand zegt dat hij iets moet of wil loslaten, betekent het dat hij er van af wil. Ja. Dus dat is spiriklets voor weerstand. Ja.
Het ik is... heb liever dat mensen dus hun hersens gebruiken en dus kritisch zijn op bijvoorbeeld dit soort uitingen. Dit zijn sales pitches die mensen naar elkaar en in zichzelf doen om de boel een soort te bezweren. Zoals we vroeger God overal bij sleepten. Van dan ging er iets mis. Ja, dat was Gods plan. Really. Ja. Weet je wel, denk eens na, man. Gebruik je hersens, gebruik je sensitiviteit, je intelligentie. Om gewoon eens te kijken wat er nou eigenlijk gebeurt. Voordat we beginnen met accepteren, loslaten, overgeven. Oh, je wordt er bijna moedeloos van. Ja, ja. Maar omdat het ook zo sterk en zo krachtig is. Hè? En zo doordrongen in iedereen. En omdat ik zie wat het mensen doet. Wat het ze aandoet. Ja, ieder mens is in essentie... Een kans op volledig wording, op zijn minst. Nog los van wakker en verlichting. Maar dat het een volwaardig wezen wordt. Anders. Als een hond geboren wordt, is die meteen een hond. Right? Mm-hmm. Als een mens geboren wordt, is er een kansje dat het een echt mens wordt. Mm-hmm. De kans is niet heel groot. Want de meesten blijven dus hangen op dat 12, 14, 16 puberachtige adolescenten niveau. Nou, de kans bestaat, dus iedereen is in potentie. Gurdjieff die riep ooit van iedere eikel die van een boom valt, is in potentie een eik. Maar hoeveel van de gevallen eikels groeien uit tot een volwaardige eik? Heel weinig. 1%? Maybe. Mm. Nou, zo zie ik dat bij mensen ook. En als ze zich dus gaan overladen met al die spirit stuff, dan komt er... In heel veel gevallen, voor mijn gevoel, een beetje slappe, sussende ego-laag bij. Er wordt niks echt aangegaan. Er worden niet echt kritische vragen gesteld. Er wordt vaak niet de echte fundamentele angst aangegaan. Of de misvattingen. Of onderzocht van, bestaat er überhaupt wel een ik? Dat is misschien wel handig. Iedereen begint iedere zin met ik. Dus soms komt er hier iemand en dan zegt hij... Ik wil graag dit of dat. Ik zeg, oké, dan heb ik een vraag voor je. Ik, eerste woord in jouw zin. Wat bedoel je? Dan valt het stil, dan weten ze niet. Dan zeg ik van, ja, als je niet eens weet wat je met ik bedoelt, wat betekent de rest van die zin dan nog? Hmm. Ja, dan vinden ze me vervelend. Ik stel gewoon een vraag. Als je niet weet wat je bent, wat doen jouw doelen of verwachtingen of angsten en verlangens er dan toe? Weet je wel, je weet nog niet eens wat je bent. Moet je dat niet eens uitzoeken? Dat is misschien een idee. Want anders zit je van alles te onderzoeken, te doen en na te jagen en weg te houden op basis van iets wat je misschien helemaal niet bent of wat helemaal niet bestaat, lijkt mij een slecht plan. Best wel pijnlijk voor veel mensen om te ontdekken dat dat dan één grote illusie is, hè, of één groot concept. Natuurlijk, en daarom begrijp ik heel goed dat mensen daar geen zin in hebben. Omdat ik ook het idee heb dat mensen eigenlijk wel vermoeden dat ze niet zijn wat ze denken dat ze zijn. Daarom is het grappig om op te merken dat vrijwel iedereen die denkt dat hij een iemand is, ergens het gevoel heeft dat hij niet deugt. Of dat hij fake is. En dat komt omdat dat klopt. Ja. En niet omdat mama of papa niet aardig waren, wat de psycholoog ze vertelt. Van je bent als kind gekwetst of... Iedereen is gekwetst, leven is traumatisch. Grow up there. Weet je wel, come on. Life hurts. Good. Wie zijn wij in de kern? Geen wie. Ook niet energie of essentie of bewustzijn? Kun je zo roepen, maar dan is mijn vraag, wat bedoel je daar precies mee? Met andere woorden, weet je wat je zegt? Geen idee. Dat bedoel ik, je bent in ieder geval eerlijk. Dus we gebruiken allerlei woorden en dan denken we dat we iets begrepen te hebben. Ik was benieuwd hoe jij daarnaar keek. Ja, maar... Zijn we gewoon niks? Dat zeg ik niet, maar dat interesseert mij ook verder niet. Wat mij interesseert is om aan te geven waar je dus je in de tang laat nemen door ideetjes. Hmm. Als wij een paar woordjes in een volgorde zetten, dan denken we dat we iets begrepen hebben. Maar iets realiseren of iets inzien is iets anders dan een paar woorden in de goede volgorde zetten. Ja. Ik hoor honderden mensen al 20 jaar roepen, ja, alles is bewustzijn, maar ze weten helemaal niet wat ze zeggen. Dat is hetzelfde geklets als vroeger van alles wordt bestuurd door kabouters, of door God, of door Manitou, of whatever, Krishna, verzin maar iets. Mm-hmm. Dat zegt helemaal niks. Het zijn lege termen, weet je wel. Woorden, dat is taal, is op verstandelijk niveau bedoel je. Ja, maar het is eigenlijk emotioneel, want ik
als ik niet bang ben, hè, waarom zou ik dan bezwerende termen nodig hebben? Waarom zou ik dan alles de hele tijd moeten verklaren? Dan zou ik toch gewoon zijn, iemand die gelukkig is, die vraagt zich niks af, die verlangt nergens naar, weet je wel, die heeft geen invullingen nodig, die loopt gewoon met een smile over zijn bek, op zijn bek, die weet ook niet waar hij naar kijkt, of waar hij is, of wat hij gaat doen. He's just happy. Hmm. Like my dog. Ja. Je hebt geen concepten nodig, weet je wel. Hij is gewoon non-dualistisch één met zijn lijf. Hmm. En hij loopt gewoon lekker rond. Ja. En doet wat hij doet. Maar die is niet van, ja, zal alles energie zijn? Of voldoe ik aan Gods plan? Of deug ik wel als individu? Ja. Ik denk alleen dat de neiging wel heel natuurlijk is. Ook als ik naar mezelf kijk, dan heb je gewoon ruim 30 jaar in een bepaald leven geleefd. En in één keer kom je tot een soort ontdekking van, nou ja, what the fuck eigenlijk? Dit is allemaal, wat ben ik eigenlijk allemaal aan het doen? En wie ben ik echt? Maar dat roept dan wel voor mijn brein in elk geval een aantal vragen op. Van wow, wat is dan echt? En hoe werkt dat dan? Maar mijn punt is dat die vragen goed zijn. Maar als jij ze te snel beantwoordt en te snel genoegen neemt met een paar woordjes. Van oh, het is dit of dat. Ja. Op het moment dat jij denkt dat je het begrepen hebt, val je weer in slaap. Dat is het principe. Of anders uitgedrukt, iedere conclusie is een dichte deur. En als je alle deuren dicht doet, dan zit je gevangen. Ja. Dus we moeten vragen stellen, zeker. Maar niet te snel naar antwoorden op zoek zijn. Hmm. Het gaat om de vraag, niet om het antwoord. Ja. En realisatie is geen woordelijk antwoord. Als iets echt onderzocht wordt, dan valt de probleemstelling of dat wat onderzocht wordt uit elkaar. Je krijgt geen antwoord. Van het is dit of dat. Dus ik praat wel eens in termen van bewustzijn of whatever. Als een soort tussenconclusie. Om te kijken of ik iemand van punt A naar B kan krijgen. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, het woord bewustzijn betekent voor mij geen reet. I don't give a shit. In mijn normale leven denk ik daar ook nooit aan. Het is mijn werk toevallig. Dus moet ik daarover praten? Ja. Prima. Ja. Weet je wel, maar I don't care. Ik hoef niet te weten wat ik ben om te zijn wat ik ben. Snap je? En het woord is niet het ding. Ja, we kunnen het woord boom gebruiken en dan denken we allemaal dat we weten wat het is. I doubt it. We weten hoe het eruit ziet. We weten hoe het op ons inwerkt. We weten wat voor voorstelling wij ervan hebben, maar niet wat het is. Dat weten we van niks namelijk. We kennen die zogenaamde realiteit als voorstelling. Mooi hoe jij de plaatjes of de concepten zo bam doorbreekt. That's my job. Ja. Want de gevangenis bestaat uit woorden en concepten. En wat de meeste mensen dus willen is een, als de concepten die ze hanteren gaan rammelen, dan willen ze een leuker of een beter passend concept. En dat is dat spirituele. Yes, dan vervang je het gewoon. Ja, zo zijn er van die lui die gaan dan leren positief te denken. En dan denk ik van, oké, als je positief moet gaan zitten denken, betekent het dat je negatief bent. Want anders hoef je dat niet. Is het dan niet handiger om te gaan kijken wat negativiteit is, in plaats van voordat je weet wat iets is, het te gaan inruilen voor het tegendeel? Het probleem is negativiteit hier. En dan ga ik naar positiviteit daar. I move away from the problem. It's always stupid. Jij zegt, ga het probleem gewoon aankijken. Ja, ga onderzoeken en wat het negativiteit voor jou betekent. Over dus aan de kant en gaan kijken wat het is. Ja. Niet wat je ervan vindt of wat je erbij voelt. Dat zijn de reacties. Ik wil weten wat het is. Ja. Want misschien zijn al mijn reacties erop en mijn gevoelens erbij wel vals. Ja. Of onjuist of incompleet. Ja. Maar wij denken iets te weten en we zijn meteen weg. Scratch the surface, run away. Mm. Ruil het in voor iets anders. En weer door. Precies, en zo verandert er dus niks. En zo blijven we, wat ik dan noem, een vluchteling in ons eigen bestaan. Maar dan met een spiritueel sausje, een kralenketting en een oomtattoo. En dan denk je dat je veranderd bent. Neem een spirituele naam en alles wordt anders. Mm-hmm. Mm. Really. Ben je nog niet cynisch geworden of sceptisch? Zo wel, mensen? Voor de lol wel.
Voor de lol. Vind ik wel om leuk, het een beetje luchtig te houden. Een beetje de draak te steken met dingen. Ja. En kijk, ik vind ook dat ik dat wel mag als individuutje, zeg maar, of als organisme. Want ik heb jarenlang in die shit rondgelopen. Ja. Ik ken het van binnenuit. Ik ben opgeleid tot docent spirituele therapie, mind you. Ik heb certificaten van, al zou ik niet weten waar. Dus ik ken het van binnenuit. En het heeft me dingen gebracht. Maar ik heb ook gezien wat de beperking ervan is. En dat het gewoon uiteindelijk voor mij een nieuwe gevangenis was. Ja. Maar, dan maar is het dan wel de route geweest die je hebt moeten lopen? Net zoals een ander nee, dan die route? Die, ging. Die route, oké. Okay. Of het zo moest, weet ik niet. Ik kan geen alternatieve geschiedenis schrijven. Hè? Dus ik kan niet weten wat er gebeurd was als er iets anders op mijn pad was gekomen. Ja. Cocaïne bijvoorbeeld. Ja. I don't know. Ja, voor veel mensen begint het wel. Bijvoorbeeld, je noemt net dat positieve denken. Dat is dan zo'n eerste klein stapje. Ik heb hier ook over na zitten denken. Waarom niet gelijk iedereen naar het non-duale gaat. Hè? Die afstand is te groot. En soms sluit een jaar NLP of... mindfulness of zo. Dat sluit dan beter aan. Zeker, is ook zo. Ja. Dus alles heeft ook zijn plek in de totaliteit. Ja. Maar ik ook. En mijn rol is onder andere de draak steken met wat iedereen erg leuk vindt. Ja. Of gelooft. Ja. Maar ik heb er niet werkelijk problemen mee. En helemaal mooi dat je er zelf ook... Hè? Nou, ik weet niet hoeveel jaar dan zelf in hebt gezeten. Ja, daarom ik ken het. Ja. Kijk, want anders zou het een beetje goedkoop zijn. Als je dingen gaat kritiseren die je van afstand. Kent, ja. Het slaat nergens op. Weet je wel, maar ik heb daar de voor- en nadelen van gezien. Dat heb ik ook in mijn boeken en in satsangs en video's verteld enzovoorts. Van ik hou er wel van om eerlijk te zijn. Ik geloofde ook in van alles en nog wat. En mijn ego vond het heerlijk. Ja, je had een nieuw strategietje waar die lekker mee aan de haal kon. De hele wereld. Ja. Die zich opende. Fantastisch. En ik blijk er nog goed in te zijn ook. En dat is als minkukel best is fijn om ergens goed in te zijn. Hmm. Dus iedereen die liep de hele tijd schouderklopjes uit te delen. Ja. Dat is lekker. Ja. Totdat er iets begon te groeien zo van... Wow. It smells funny. Dan klopt iets niet hier, weet je wel. Dit is dus ook niet echt. Yes, exact. Zo. Yes. Dus daar ben ik heel dankbaar voor, want je hebt dingen nodig die je laten zien wat waar is, maar je hebt ook dingen nodig die laten zien wat niet waar is. Je hebt het allebei nodig. Ja. Als je vrij wil zijn of wakker wil worden, als je gewoon lekker wat spiritualiteit wil mengen met de dagelijkse waanzin, dan prima. Er zijn allerlei smaken en kleuren in de spirituele pretpark. Dus... Het is een grote snoepwinkel, die wordt alleen maar groter. Natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Stel, jij kijkt nu naar de Hans. Ja, nee, ik ga de vraag al stellen. Ik denk al weet wat voor antwoord ik ga krijgen. wat zou je hem willen meegeven? Stel, je zou hem nu mogen bellen en je spreekt jonge Hans, die naar die opleiding gaat van spiritueel docent. Zou je hem dan iets willen meegeven? Of zou je het gewoon... Nee. Dan zou hij iets zo vragen. Ik heb niet zo de neiging om mensen iets te gaan vertellen die me niks vragen. Dat deed ik vroeger wel en dat is een misvatting. Mensen die geen honger hebben, gaan niet eten. Ja. En die moet je dus ook niet lastigvallen. Ook al denk jij dat je een lekker broodje voor ze hebt. Dat is eigenlijk onfatsoenlijk, maar in je blinde enthousiasme en je jonge honderigheid probeer je iedereen aan te reiken wat jou interesseert. Ja. Nou, dat doe ik niet meer. Weet je, ik ben beschikbaar hier voor sessies en her en der voor satsangs en dat soort dingen. En die mensen komen als vanzelf op je pad? Ja, want je moet niet. Ja. Er is geen moed erbij of zo. Het is ook niet beter dan iets anders. Het is gewoon anders. Ja. En het is alleen voor hen die het interesseert, net als hardlopen. Dat is ook niet beter dan iets anders. Het is zelfs een beetje raar. Neem een soort virus te pakken. Hè? Maar dan zou je hardlopen, is een beetje raar. Loop gewoon. Kom je er ook? Relax. Nou ja, bij sporten maakt je brein nog allerlei stofjes uit, toch? Waar mensen zich fijn kunnen gaan voelen. Dan neem ik liever een pilletje of zo. Heb jij dan liever een pilletje? Nee, dat doe ik niet. Als je dit dus snapt, hè, dat het alleen maar gaat om het stofje. Dus een manipulatie van de mind. Ja. Dat is wat het is. Ja. Ja, dan op het moment dat ik dat zou inzien, zou ik er al geen zin meer in hebben. Want er zijn andere manieren, drugs bijvoorbeeld, ik doe geen drugs, maar ik ken het wel, die zijn precies daarvoor gemaakt om rechtstreeks op je genotcentrum in te werken. Ja. Waarom zou je dan 3 uur gaan rennen als je het in 2 seconden kan?
hetzelfde gevoel. Want het gaat uiteindelijk om dat gevoel. Maar we hebben er een heel lulverhaal omheen. Dat het gezond zou zijn. Topsport is niet gezond. Weet je wel. Of dat het leuk is. Jij noemt nou 3 uur rennen. Maar het zijn natuurlijk de meeste mensen zullen 20 minuutjes, half uurtje rennen. Ja, okay. En daar zijn de voordelen wel van bekend, toch? Ja. Ten opzichte van een pilletje wat waarschijnlijk chemisch is. Ik zou het allebei niet doen. Laten we het daarop houden. Okay. Ik ga liever wandelen. Ja. Ja. En ik heb dat niet nodig de hele tijd om dat bewustzijn te gaan zitten manipuleren. Of dat gevoel na te streven, nee, überhaupt. Als je gewoon bent en je hebt dus niet meer die gevangenis van dat zogenaamde centrum, dan voel je je eigenlijk altijd oké, ook als het organisme zich niet oké voelt. Snap je? Dan nog is het oké. Ja. Dan is het ook oké om niet oké te zijn. Ja. Precies. En dat is voor veel mensen nog niet oké, hè? Dat bedoel ik. En daarom blijven ze dus fysiek of anderszins rennen. Ja. Om de hele tijd maar een ander gevoel te krijgen. Ja. Dus niemand... Mensen die komen hier heel vaak en dan zeggen ze dat ze zichzelf willen zijn of vinden of iets dergelijks. No, you don't. Want je bent de hele tijd hoe het is aan het manipuleren. Je wil de hele tijd een ander moment en je wil de hele tijd een ander zijn. Ik heb dat niet. En iedereen die ik ken, bijna iedereen die ik ken, die heeft dat wel. Dus in mijn ogen is iedereen knettergek. Ze zeggen dat ze zichzelf willen zijn, maar uit alles blijkt dat ze iemand anders willen zijn. Want ze mogen niet boos zijn, of niet chagrijnig, of ze zijn te egoïstisch, of niet egoïstisch genoeg. Of ze stellen te veel grenzen, of juist te weinig grenzen. Of hun vriendin is niet leuk genoeg, of ze hebben er te veel. En die krijgen dan weer ruzie, of ze hebben een kind, maar ze willen het eigenlijk niet, of omgekeerd. Ze hebben te veel of te weinig. Genoeg, Hans. Ja. En dan zeggen ze, ik wil graag mezelf zijn. Nee, ik denk, je ligt. Dat is nou precies namelijk wat je niet wil. Ze vluchten daarvoor weg. Yes, iedere keer weg. Iets anders. Een betere toekomst, een betere mij. Ze weten niet eens wat dit hier is. Ze weten niet wat ze zelf zijn, maar ze willen naar iets anders. Ik word al moe als ik eraan denk. Nou, het kost je even energie om dit betoog te houden. Neem even een slokje. Is het dus eigenlijk ook maar weer heel erg simpel? Ja, radicaal en simpel. En gewoon. Dus niet gemakkelijk, omdat het zo radicaal is. En omdat zoveel delen in een mens dan een beetje in opstand komen tegen het los. Precies, en je omgeving, vergeet dat niet. Dus als jij de pech zou hebben, zou ik maar zeggen, dat dit echt toeslaat daar, dan gaat je leven veranderen en daarmee je sociale omgeving ook. Want degenen die niet mee kunnen veranderen, die zullen jou niet meer leuk vinden. Want je conformeert je niet meer aan de kudde. Ja. Je hebt een andere mening. Ja, yes, je houdt op met manipuleren of gemanipuleerd willen worden. Je gaat niet alles zeggen, maar als het noodzakelijk is, ga je precies zeggen hoe je het ziet. And people don't like it. En dan heb je ineens misschien geen zin meer om naar de Efteling of op wintersport te gaan. Omdat je liever een boek leest of 3 uur lang dom voor je uitkijkt. Om te kijken of de wind de bladeren wel goed beweegt. Ja. Omdat dat interessanter is dan de meeste verhalen van de meeste mensen. Ja. Nou, of de relatie dan in stand blijft, zal ik maar zeggen, is maar zeer de vraag. Ik heb het 100 keren gezien dat dat dus uit elkaar lazelt. Dat is het doel niet en dat moet niet. Maar dat ontstaat dan wel. Yes, als er één echt verandert, dan geldt de deal, die wij dan graag verkopen als liefde, maar wat een wederzijdse behoeftebevrediging is, die deal die werkt niet meer, want je kunt mijn back niet meer scratchen zoals ik dat wou, want I got a different back. Ja, dat heeft flinke gevolgen. Ja, dat kan het hebben in ieder geval. Ja. Niet altijd, maar meestal wel. Ja. En intuïtief voelen mensen dat ook wel aan. En daarom roep ik die dingen ook vaak, van als je hier echt mee aan de gang gaat, dan speel je met vuur. Dus je moet de bereidheid in essentie hebben om, niet dat je alles gaat kwijtraken, maar het is handig om de bereidheid te hebben om alles op te geven. Alles waar je nu van houdt of in gelooft, inclusief people en stuff en hobby's, maatschappelijke positie en de hele zooi. Als jij te veel dingen wil behouden, dan kun je net zo goed gaan mediteren. Dan loop je in ieder geval niet het risico dat er iets verandert. Kijk je zo naar mediteren? Ja, tuurlijk. Want de meeste mensen voor mediteren houden wel, ja. Om rustig te worden. Ontspanningsmeditaties. Ja, precies. Dan word je heel ontspannen in je gevangenis.
is echt een uitbraak. En wat is voor jou wel een goede vorm van mediteren? Gewoon hier nu totaal zijn zonder filters. Kortom, die vrijheid, die gehoorzaamheid is. Waarbij je dus niet uit bent op een x-resultaat. Dus niet op het behouden van iets of het kwijtraken van iets. Maar of het klopt right now. Wat dat ook oplevert of kost. Kijken naar wat er nu is. Yes, en wat er nu van je gevraagd wordt als het ware. En als dat dus betekent iemand de waarheid vertellen, dan is dat het. Als het betekent je mond houden, is dat het. En niet de hele tijd van, oh, ik kan nu beter iets gaan zeggen, want anders vindt hij me niet aardig meer. Ja. Dus je houdt op met politicus te zijn. Vind je wel dat meditatie ook weer een handig instrument kan zijn om die eerste stappen te maken van mensen die volledig... Alles kan dat zijn, maar meestal niet. Hmm. Ik ben er geen fan van. Hmm. Als mensen dan al iets willen doen, heb ik liever dat als ze dan per se moeten gaan zitten, dat ze gaan zitten en gewoon voelen wat er in hun systeem gebeurt en wat er aandacht vraagt. Ja. In plaats van gaan proberen stil te zitten worden. Ja. Om vervolgens na een half uur stilte geweest te zijn, zogenaamd soort van, op te staan en weer door te gaan op de oude voet. In de riedel, ja. Ja, want ja. Dan is het net zoiets als een soort vakantie. Dan moeten mensen 3 keer per jaar tegenwoordig op vakantie om de rest van het jaar als een idioot krankzinnige doelen na te streven. Ik ga wel eens op vakantie, maar ik heb geen vakantie nodig, want iedere dag die klopt voor mij. Dus wat moet ik gaan zitten oplossen of releasen of wegmediteren of inruilen. Het is gewoon zoals het is en het klopt ook voor je zoals het is. Of course. Zolang je maar luistert naar die signalen die je doorkrijgt. En dit is dan nog dualistisch uitgedrukt, want ik luister niet naar signalen. Er is geen ik los van die signalen, snap je? Dus ik praat nu zo om het om het te duiden. Te ja, want anders kan je het geen eens duiden natuurlijk. Voilà. Je zult wat taal moeten... Maar strikt genomen, er is geen onderscheid tussen jou en totality of jou en de wereld. En dat is makkelijk te checken trouwens. Hmm. Want je snapt ongetwijfeld dat jij nog nooit bent opgedoken zonder omgeving. Hmm, dat is een mooie. Zodra je het gevoel hebt dat je bestaat, is er op zijn minst een kamer. En als je dan naar buiten kijkt, die wereld die is er ook. Dus met dat zogenaamde ik-gevoel verschijnt, is die hele wereld er. Dat is niet twee. Maar wij denken dat we een ik zijn in een wereld. Alsof die losstaat van mij. Het slaat nergens op. Het is nog nooit voorgekomen. Zodra jij er bent, is de wereld er. Dat is één beweging. Jesus Christ. Dus waar moet ik me druk om maken? Ik ben dit. Ik ben niet in deze kamer of in deze wereld of op deze aarde. This is what I am. Dus waar moet ik me druk om maken dan? Je bent alles. Zo kun je het zeggen, ja. En dat moet je dus niet vinden, dat moet je zien. Hmm. Ik denk dat dus niet, het is gewoon evident. Je ervaart hem wel, je voelt hem. Wie? Wat? Hmm. Nee, het is gewoon zoals het is. Ik ervaar dit, wat geen naam heeft, maar wat we totality kunnen noemen of whatever welk woord. Mijn punt nu is, van je bent gewoon nog nooit opgedoken zonder wereld. Dus die wereld en jij, dat zijn geen twee verschillende dingen. Ja. Iedereen gelooft dat wel zo is en daarom denkt iedereen een afgescheiden wezen te zijn. En hebben ze allemaal stress en doelen en Walt Disney verhaaltjes waar die nagejaagd moeten worden en weet ik veel wat. It's insane. Wat een poppenkast allemaal, Hans. Yes. Dansen in de leegte. Dansen in de leegte. Met af en toe een momentje van vervulling, maar dan weer frustratie, stress, verdriet, veel lijden. Nogal. Is het pad wat jij hebt gelopen nu ook, heb jij überhaupt nog lijden of frustratie of ja, noem je dat? Die dingen die komen voor, maar dat is niet van mij, dat is gewoon op het toneel. Dus jij neemt het niet meer persoonlijk, dat is al. Het is niet van mij. Ja. En eerlijk gezegd vind ik irritatie ook gewoon hartstikke leuk. Irritatie is niks anders dan dat er ergens op een plek even een scheut energie is. Ja. Net als vreugde, dat is ook een scheut energie van een ander kleurtje of smaakje. Ja. Ik heb bezwaar tegen geen van tweeën. En het is evident dat iedere oprisping gaat weer over. Dus je hoeft daar niks mee verder. Ja.
Wij plakken er ook zo snel een etiket op van dat is goed, vreugde is oké, daar willen we meer van. En die frustratie en die pijn, dat willen we niet. Exact. En zo knippen we de hele tijd wat heel is in twee stukken. En vervolgens, terwijl we dat aan het doen zijn, gaan we op zoek naar non-dualiteit. Nou, veel succes ermee. Ja, dan moeten we dan maar weer even om lachen, toch? Ja, tuurlijk. Het is ook heel geestig, maar het is ook heel tragisch. En dan denken de mensen ook nog, omdat ze dus de hele tijd aan het knippen en verdelen zijn, dat als non-dualiteit bereikt wordt, of hoe dat dan heet, dat dan alles één kant van de medaille wordt. Dus dat zeg maar alles yin wordt, alles leuk wordt. Zo van, als we dat bereikt hebben, dan heb ik al die mindere dingen niet meer. Alles leuk, dus iedereen wil de helft van de realiteit. The nice part. Alsof we dus een etmaal willen waarin het alleen maar dag is. Ja. Of een oceaan die alleen maar aan vloed doet. En het is gewoon de realiteit helemaal just move. Laten zijn zoals die is en mee bewegen. En als jij er dus niks van vindt, niks opplakt, dan is een angstgolf net zo interessant als een golf van liefde en allebei even tijdelijk en geen enkele reden om je druk om te maken. Geen van twee. Juist. It just moves. Ja. Nou en? Hier klinkt een gitaar, daar een viool. What's the problem? Ik hoor ook vogeltjes. Voilà. There you go. Ja. En dan is nog het meeste wat er is, stil. Wat best fijn is. Ja. Hans, we zitten al over het uur heen. Ik, dan kappen we ermee. We stoppen ermee. Dankjewel, leuk. Ik vond het heel erg leuk. Dankjewel. Het is makkelijk praten met je blijkbaar. Dank je voor je tijd. Cool. All right. Ciao.